Het zal een raar gezicht zijn geweest toen de Vlaardingse rijschoolhouder Willem de Hoog woensdagochtend bij zijn leswagen kwam. Bij meerdere auto's was de motorkap verdwenen. Maar wie steelt er nou een motorkap en wat moet je ermee? Ja, geen flauw idee. Nee, ik zou het niet weten. Er zijn in principe twee scenario's die mij verteld zijn. Eén door een agent die zegt dat het nog wel eens gebruikt wordt voor, om losse auto's in elkaar te zetten naar één auto. En op de zwarte markt, ik denk dat je er misschien €400 voor verdient. Meer dan dat zal het niet opleveren, denk ik. Nee, je zei al, het ging heel snel. Ja, ze hebben afgelopen nacht, of tenminste die nacht ervoor, hebben ze binnen 3,5 minuut hebben ze twee motorkappen eraf gekregen. Het is niet de eerste keer dat er motorkappen verdwijnen aan de George Stevensonweg. Zaterdag sloegen de dieven ook al toe. Een vervelende bijkomstigheid is dat de auto's uit het zicht van de beveiligingscamera's staan. Op de plek waar de voertuigen altijd stonden, kunnen ze niet meer staan, want dat is sinds kort een blauwe zone en mag je er maar maximaal 3 uur staan. Sinds 1,5 maand hebben ze hier een blauwe zone geplaatst. Zoals je ziet hebben de auto's die staan nu voor de deur. Dus ik heb ze nu weer voor de deur gezet. Maar je mag hier maximaal 3 uur parkeren met een parkeerkaart. Toen de twee incidenten gebeurden, stonden ze aan het einde van de straat, een stuk verderop, waar veel minder toezicht is, geen camera's, die hier overigens wel staan. Hè. Dus als ze hier hadden gestaan voor de deur, dan denk ik dat de kans heel klein was geweest dat het gebeurd was. En ik heb ook nu aan de gemeente verteld, of tenminste eigenlijk, ik heb ze een mail gestuurd en gezegd dat ik de auto's gewoon hier standaard voor de deur parkeer, ongeacht of het een blauwe zone is of niet. Maar helaas heb ik daar nog geen reactie op gekregen. Het liefst zou Willem de blauwe zone weer zien verdwijnen, maar hij snapt ook dat het voor de parkeerdruk naast het metrostation een hoop scheelt. Om het dan constructief te houden zou ik zeggen, maak er een blauwe zone van tussen 8 en 4 of 8 en 6 overdag. Maar dat wij 's nachts in ieder geval onze auto's voor de deur kunnen parkeren.